De rechtbank buigt zich vandaag weer over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Ja, een zaak die heel Nederland volgt. Natuurlijk sinds dat fatale moment vorig jaar. Carlo Heuvelman na een stapavond op Mallorca wordt afgetuigd door een groep jongeren. Die verdachte, en uiteindelijk overleed hij. Die verdachten die zijn ontzettend jong, rond de 20. En die houden ook nog altijd hun mond dicht. Ze verklaren wel over delen van de avond, maar niemand vertelt wat er nou precies met Carlo Heuvelman is gebeurd. Ze zeggen dat ze er geen actieve herinnering aan hebben, niets hebben gezien. In de zaak is tot nu toe ook al van alles voorbij gekomen. Een van de verdachten die is vorige week zelfs opgepakt voor meineed, terwijl hij verklaarde in de rechtbank. Dit is natuurlijk allemaal ontzettend frustrerend voor de nabestaanden die zich nu al meer dan een jaar afvragen wat er nou precies is gebeurd die nacht. De ouders en de vriendin van Carlo Heuvelman die krijgen vandaag het woord en die mogen vertellen wat het allemaal met hen heeft gedaan. En zij mogen ook zich uitlaten over het bewijs en over de straf. Of ze dat ook gaan doen, dat weten we natuurlijk niet. Maar ze mogen wel vertellen over wat dit allemaal met hen heeft gedaan. Zij zullen ongetwijfeld, denk ik, reageren op wat de deskundigen hebben gezegd over de adviezen. En in een fors aantal gevallen zegt de psycholoog van nou, ik zou in dit geval toch voorkeur hebben voor het toepassen van jeugdstrafrecht. Alle verdachten waren zo om en nabij de 18, 19 jaar oud. Maar als jeugdstrafrecht wordt toegepast, ja, dan heb je het over een heel andere strafmaat. Binnen het jeugdstrafrecht kan er niet meer dan 2 jaar worden opgelegd. En dat zal denk ik voor de familie Heuvelman heel moeilijk zijn om te verkroppen. Ja, dat maakt dus voor nabestaanden natuurlijk een ongelooflijk verschil. Ja. Hè? Of ze dan jeugdstrafrecht toepassen of volwassenrecht. Waar baseert een rechter dat op? Dat is op zo'n advies zoals dat is uitgebracht. De persoonlijkheid ten eerste van de verdachte. Het kan zijn dat iemand van 17 al een hele volwassen achtergrond heeft. Dus er wordt gekeken wat is het voor persoon. Maar ten tweede wordt ook gekeken naar natuurlijk de aard van het delict. Het kan zijn dat iemand die formeel in aanmerking komt voor jeugdstrafrecht, gelet op de ernst van het feit dat de rechter toch zegt, wij passen hier wel het volwassen strafrecht toe. Ja. En je kan niet gewoon zeggen, nou, dat jeugdstrafrecht, daar moet die maximumstraf omhoog. Ja, dat zou kunnen, maar dat zal niet door middel van zo'n zaak kunnen gebeuren. Nee. Dat zou wettelijk moeten gebeuren. En het andere probleem, je hebt dus hier het probleem van welk type strafrecht pas je toe. Jeugdstrafrecht, volwassenenstrafrecht. Het andere probleem is natuurlijk het bewijs van de aansprakelijkheid. Omdat je niet een groep in zijn totaliteit aansprakelijk kunt stellen voor iets. Dus het probleem met deze zaak is dat je moet kunnen vaststellen wat is ieders deel geweest, individueel, in deze hele kwestie. En dat is denk ik voor de rechter een groter probleem dan het toepassen van al dan niet jeugdstrafrecht. Ja, ingewikkelde zaak en voor de nabestaanden natuurlijk vreselijk.